Volgens Passiefhuisstandaard in Leuven. We aan de slag gaan voor een beter leefmilieu. De Vlaamse Milieumaatschappij wil een actieve rol spelen en toonaangevend zijn in haar inspanningen rond de zorg voor het leefmilieu. Dit maakt deel uit van al onze activiteiten. We ademen elke dag een flinke portie lucht in, maar staan zelden stil bij de kwaliteit ervan. De VMM houdt de luchtkwaliteit scherp in het oog, waardoor we de vervuilingsbronnen beter kennen. En er kan ingegrepen worden. www.overstromingsvoorspeller.be kan iedereen voortdurend de voorspellingen bekijken. Water is een schaarse natuurlijke rijkdom en zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden. Daarom moeten we er ook duurzaam mee omspringen. Met de informatie op haar website en haar brochures reikt de VMM de hand naar iedereen die milieubewust water wil gebruiken. Niemand kan nog ontkennen dat onze manier van wonen, werken en verplaatsen grote druk uitoefent op milieu en natuur. Wetenschappelijk onderbouwde informatie laat de beleidsmakers toe de juiste maatregelen te nemen. Daarom onderzoekt het MIRA-team van de VMM in samenwerking met experts de verbanden tussen de druk op het milieu en de milieuproblemen die daaruit kunnen volgen. MIRA staat voor Milieurapport Vlaanderen. De rapportering heeft drie opdrachten. Allereerst beschrijft, analyseert en evalueert MIRA de huidige toestand van het milieu. Indicatoren tonen aan waar er vooruitgang is geboekt, maar leggen ook de pijnpunten bloot. Een evaluatie van het tot dan gevoerde milieubeleid toont aan wat werkt en waar bijsturing nodig is. Tot slot maakt het milieurapport toekomstscenario's voor heel wat leefmilieuthema's. Dit moeten beleidsmakers voorbereiden op de toekomst en toelaten om tijdig de gepaste maatregelen te nemen. Hoewel uit MIRA blijkt dat er al belangrijke vooruitgang geboekt is op het vlak van de kwaliteit van het leefmilieu, is er geen reden om op de lauweren te rusten. Zowel voor water, lucht als het milieu in het algemeen is er nog heel wat werk voor de boeg. De medewerkers van de Vlaamse Milieumaatschappij zetten zich hiervoor met hart en ziel in. Elke dag opnieuw. Al meer dan 20 jaar lang. Voor het milieu van morgen al 20 jaar.